In principe is het mogelijk om zoekmachines als Google te laten filteren op expliciete teksten en beelden. Stel, ik sta voor een klas eerste leerjaar en we leren over de verpleegster en ik wil afbeeldingen tonen aan de kinderen over verpleegsters. Ik ga naar Google Afbeelding en ik geef het woord verpleegster in. Ziezo, ik krijg resultaten en je zult zelf wel merken, niet veel resultaten die perfect geschikt zijn om in een klas zesjarigen te gaan gebruiken. Om dat te vermijden zou ik hier Safe Search kunnen gaan gebruiken en expliciete resultaten vermijden. Natuurlijk, wat is expliciet? Voor kinderen van 6 jaar is het misschien vrij expliciet. Voor een volwassene is het, denk ik, tegenwoordig toch niet meer zo expliciet. Dus ook Google gaat hier niet echt zwaar op gaan filteren. Dus die Safe Search in dat geval werkt niet zo goed. Waar het wel werkt is als je naar heel specifieke zoektermen gaat grijpen, zoals bijvoorbeeld naakt. Dan merk je, mijn Safe Search ligt nu nog aan. Dan merk je, dit zijn geen expliciete resultaten. Als ik het uitzet, dan ga je merken dat dit wel een ander geval is. Nu, wil je Safe Search altijd hebben opstaan, bijvoorbeeld om in de bieb te vermijden dat mensen naar expliciete zaken gaan zoeken, dan moet je het opzetten via uw zoekinstellingen. Ik ga eens even naar meer informatie over Safe Search. Dan heb je hier Safe Search vergrendelen en ontgrendelen. Ga naar pagina zoekinstellingen. En daar kan je uw Safe Search gaan inschakelen. Zoals gezegd, echt goed werkt dit niet. Dus ik heb zelf mijn bedenkingen of dit op die manier moet, of er geen andere manieren zijn om dat soort dingen tegen te gaan. Maar het is een middel dat je kan gebruiken.